Lam shawarma, kip shawarma of varkens shawarma, ja, dat kennen we allemaal. Maar sinds dit jaar kun je bij de visboer ook vis shawarma kopen. Het is een idee van Dada Fresh op Urk. En verslaggever Rob Brouwer is op Urk om daar even van te proeven. Ja, Rob, hoe zit dat met die vis shawarma? Ja, het begon eigenlijk allemaal in maart van dit jaar. Toen werd die vis shawarma geïntroduceerd hier op Urk. En een van de verantwoordelijken voor de vis shawarma is Sefdet Alan. Ja. Sefdet, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. We staan hier in een prachtig gebouw. Wat zien we allemaal hier? Dit is een verwerking van ons, van Dada's. En we verwerken hier vis. Oh, er staan allemaal mensen die zijn momenteel met de vis shawarma bezig? Nou, op dit moment niet. Op dit moment niet. Waar zijn ze dan wel mee bezig? Het leren van school. Aha, dat gebeurt hier ook allemaal. Het gebeurt hier allemaal, ja. Maar dit is niet alleen een gebouw waar dus fabrieksmatig school wordt gefileerd. Er zit hiernaast ook een soort restaurant. Een fabrieksverkooppunt voor de particulieren. En daar wordt dus die vis shawarma verkocht. Ja. Wat is precies vis shawarma? Vis shawarma is een witvis, is geen kweekvis. Er zit 13 kruiden in, er zit geen toevoegingen of zo in, is heel gezond. En dat willen we op de markt zetten. Maar er is toch iets bijzonders mee, want je hebt er 7 jaar over gedaan om het allemaal te ontwikkelen. Ja, mijn broer die was 7 jaar mee bezig. En dit jaar hebben we het op de markt kunnen zetten. Hoezo 7 jaar? Ja, we hebben heel veel soorten vis geprobeerd. Om de juiste vis te vinden, we moesten allemaal zoeken om echt de juiste vis te vinden. En waar moet de vis dan aan voldoen? Wat is dan goed voor vis shawarma? Hij moet niet te vettig zijn. En het moet wel een beetje vettige vis zijn. Het moet geen kweekvis zijn. De smaak moet er na zijn. Want met de kruiden, als je het gaat mixen, hij moet wel de smaak voor hebben. Om het als shawarma dan. Want vis... je hebt sommige vissen die niet de smaak hebben voor shawarma eigenlijk. Dus die vis shawarma smaakt ook echt naar de traditionele shawarma? Klopt. Tuurlijk, je hebt wel een vis smaakje erin. Ja, dat moet wel. Ja. Het is geen vlees of kip. Het is puur vis. Maar je proeft de vis wel? Of kun je net zo goed een lam shawarmaatje? Nee, je proeft de vis wel. Tuurlijk. Oh, dat is ook top. Dus. Ja, tuurlijk. Maar hoe is dat nou zo gekomen? Werd je opeens 's nachts wakker en ik dacht, dat moet ik maken? Nee, mijn broer die is een beetje gek op de shawarma en hij is er zo mee begonnen. Ja. Hij zegt, ik ga vis shawarma maken. Je hebt kip en vlees heb je. Het is niet gezond. Het is een grote markt, heel grote markt. In Europa eigenlijk, in Europa. En zodoende. Dus jullie dachten, we hebben het ei van Columbus uitgevonden. Hier gaan we Europa mee veroveren. Even proberen. Ja. Natuurlijk. Ja. Kun je nog de eerste keer herinneren dat je broer kwam met een recept en dat je dacht van, ja, dit is hem. Ja, hij had het over shawarma te maken van vis. Nou, wij zeiden van, dat lukt nooit. Want vis is een hele aparte, het is geen vlees, weet je wel. De structuur is anders. Ja, zo is het een beetje begonnen. En, Maar ja, hij heeft het wel gedaan. En zit je nou elke avond aan de vis shawarma? Ik niet, nee. Twee keer per week wel. Twee keer per week wel, ja. Want is het nou gezond? Het is heel gezond. Want shawarma, ja, dat doe je altijd. Nou, ik doe het wel eens na het stappen. Maar dit is wel gezond. Hier zit geen andere vetten in, geen toevoegingen. Het is alleen maar puur kruiden. En het is gewoon goed. En het is vis natuurlijk. Maar het wordt ook gegrild. Ja. Het wordt niet gebakken of zo. Het wordt echt gegrild. Wordt echt gegrild, hoor. Ja, gegrild. Okay. Ja. Ja. Je wil graag uitbreiden. Waar moet het allemaal naartoe? We gaan het naar de supermarkten. Naar de particulier gaan we het doen, via de supermarkten. Eerst naar de Aldi, daarna gaan we kijken. Ligt het daar al? Nee, we zijn bezig met de testen te maken. En is dat heel veel lobbyen? Hoe werkt dat? Ben je elke dag onderweg? Ja, het is eigenlijk, jawel. Het is een nieuw product, maar ja, het is wel een bekend product. Dus we hebben wel een geluk dat het een bekend shawarma is. Je hoeft het niet aan te leren. Alleen de vis, die moeten we even nog zien allemaal. En wat vinden de Urkers ervan? Ja, leuk. Leuk, ja. Het is iets nieuws. Ben je eigenlijk ook een echte Urker? Ik woon mijn hele leven. Ik werk mijn hele leven op Urk. Vanaf mijn 14e. Dus we zijn een beetje Urker, ja. Dus die vinden het hartstikke leuk dat je hierbij komt? Tuurlijk. Ja. Want het komt straks uit Urk. Ja. Nieuw product, vis shawarma. Het is ook goed reclame voor Urk, zeg maar. Nou, we blijven hier nog eventjes. We staan hier nu in de productiehal, waar de vis gefileerd wordt. Maar hiernaast, daar zit de snackbar, vind ik een beetje een ordinair woord. Daar zit de eetgelegenheid, waar we zo meteen
shawarma, vis shawarma gaan proeven. Dus zometeen zie je me weer. Tot zo, Rob Brouwer, dankjewel. Vanuit Urk hoopt Dada Fresh de wereld te veroveren met hun vis shawarma. Rob Brouwer neemt er vanmiddag een kijkje. Ja, Rob, je stond net in de vissorteerhal. Je hebt je inmiddels verplaatst naar het restaurant. Is het daar druk? Is het hier druk? Nou, even kijken. Ik kijk nu achter me. Ik zie inderdaad wat mensen aan tafeltjes zitten. Ook heel veel personeel is op dit ogenblik aanwezig. En ja, het is eigenlijk een soort ook een familiebedrijf. Want ik ga hier praten met de zus van de eigenaar. En haar naam is IJssel. IJssel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent verantwoordelijk om die vis shawarma ja, eigenlijk te verkopen, hè? Ja, inderdaad, ja. Ben je een beetje goede verkoper? Nou, best wel, ja. Wat voor broer heb jij? Wat voor broers zijn dat? Broers? Ja, of je broers hebben toch dit allemaal verzonnen, die vis shawarma? Ja, ja, ze zijn er 6 jaar terug mee begonnen met het vis shawarma. En wat dacht je toen je dat hoorde? Ik dacht, nou... Het wordt wel wat, denk ik, dacht ik van. Ja. Ja? Ja, zeker. Het is gezond. Het wordt gegrild, ambachtelijk gegrild. Ja, want welke vis zit hier allemaal in? Dat is 2 soorten vis. Dat is gewoon zeevis, dus het is gezond. Het is geen kweekvis. Dus... Allemaal vers? Ja, ja, allemaal vers. Ja. Heb je veel moeten proeven in het verleden? Ja, zeker. Heb je veel afgekeurd? Af en toe, ja. Ja. Je hebt al wat voor ons klaargemaakt. Ja, zeker. Wat zien we hier allemaal? Vertel, leg het eens uit. Wat zien we hier allemaal? Nou, we verkopen ook menu'tjes. We hebben ook menu'tjes. Dit is schoolfilet. Het komt vers van onze band af. Maar is dat dan ook shawarma? Nee. Oh, nee. Ik heb hier shawarma staan. Dit zijn broodjes shawarma. Ik heb een wrap in de shawarma. Dus we verkopen soorten vissen. Veel soorten vissen, ja. En ja, je broer vertelde net, die Urkers, die vinden het hartstikke lekker. Klopt dat? Ja, ja zeker. Ja. Is dit nummer 1 van wat jullie verkopen? Niet alleen Urkers, ik heb klanten uit heel Flevoland, laat ik het zo zeggen. Die komen speciaal hier naartoe? Zeker, zeker om onze vis te proeven. Ja. Ja, ja. Ik durf bijna niet te vragen. Ik wil natuurlijk nu wel eens een keer proeven hoe dat smaakt, zo'n stukje vis shawarma. Ik heb hier een vork en dan ga ik nu een stukje vis shawarma aan de vork rijgen. En nu komt het moeilijke natuurlijk, want nu ga ik proeven, maar dan kan ik niks zeggen. Omschrijf even wat ik proef. Vis, gezond, ambachtelijk gegrild. En ik moet eerlijk zeggen, het smaakt naar shawarma, maar dan de visvariant. Ja. Ja. Komen er nog meer varianten op de markt? Wij hopen het wel, willen het uitbreiden. Ja, ja zeker. Nou, heel veel succes met je werk hier ook. Ja, dankjewel. Zijn er nog meer familieleden hier actief? Ja, zeker. Het zijn allemaal familie. Wie ben jij? Dit is mijn nichtje. Ik ben nichtje. En je bent nu bezig met? Haring schoonmaken. Oh ja, dat is wat anders dan shawarma natuurlijk. Dat is ook een neef van me. We lopen even naar de neef. Ja. Hoi. Jij bent ook bezig geweest met de vis-shawarma? Ja, ik geef het zelf persoonlijk. Doen we ambachtelijk grillen hier. 2 soorten, meneer, is het. Ja. 16 soorten kruiden zijn het. Voor mensen die het willen weten. En ja, het is lekker. Proeven waard. Iedereen is welkom. Nou, jullie horen het daar in de studio. De vis shawarma hier op Urk te krijgen. En binnenkort ook in de supermarkt, heb ik begrepen. En wellicht ook op andere plekken in het land. Rob Brouwer, dankjewel. En neem vooral wat mee, want wij willen het ook heel graag proeven, die gezonde vis.